Dag Gert. Dag Guillaume. Het is ons eindelijk gelukt. Wat? We hebben een unicum gerealiseerd. Hoezo? Ja, het is echt heel straf, maar ik zal er alles over vertellen in de 9e aflevering van de Shotcast. Shotcast. Jij bent ook zo blij als ons, hè, Lars? Ja, absoluut. Het is een heugelijke gebeurtenis, eigenlijk. Een primeur in Shotcast. Ja, we hebben er de hele reguliere competitie op moeten wachten, maar... Een primeur, behalve in de eerste afleveringen. Behalve... Wat is er aan de hand, Guillaume? Er zijn geen correcties. Fantastisch. Ja. Super, hè? Ja. Ik ben er echt oprecht blij mee. Goed gedaan, jongens. Ja, dat hebben we prima opgelost. Ja, een pluim voor onszelf. Ja. Okay. Nee, dat is goed. Ik ben daar heel blij om, want dat steekt een beetje af eigenlijk met een klein beetje tristesse die ik over iets anders heb. Namelijk de eindstrijd van de reguliere competitie. Ja. Met de uitslagen en dergelijke niets mis mee. Maar ik vond het jammer dat van alle inzendingen die de mensen konden sturen over de uitslag van STVV AA Gent, niemand de juiste held of de juiste Schlemiel eruit heeft kunnen halen. Is er niemand die Jaremchuk... Nee. Niemand heeft Jaremchuk gekozen en niemand heeft ook Elton Alkolatse als Schlemiel weten aan te duiden. Want dat was het wel. Ja. Knappe assist wel. Heel knappe assist, ja. Er waren heel veel leuke inzendingen. Hè. Vooral veel met Roman Bezus. Veel scenario's waarin hij een ongoal maakte en dan per ongeluk zou vieren met STVV-supporters. Zou wel redelijk fantastisch geweest zijn. Ja. Maar uiteindelijk is het er niet van gekomen, helaas. Het is niks geworden. Nee. Dus ik zou zeggen, wie een vermelding wil in de Shotcast, volgende keer beter voorspellen, hè, jongens. Beter uw best doen. Nee. Allemaal. Correcties vinden. Of correcties vinden. Nee, maar STVV-agent, puur sportief, terecht, vraagteken? Ja, dat vond ik wel. Maar puur op basis van deze match? Ja, ja. Dat vond ik wel. Ja, gisteren wel op wat uiteindelijk toch wel, we hebben het hier al vaker gezegd, een dramatische grasmat is. Allee, je kunt dat niet echt een grasmat noemen, maar het was... ik vond het geen goede wedstrijd en ik denk dat die grasmat er weer heel veel tussen zat. Eigenlijk. Ja, dat geldt voor beide ploegen natuurlijk, maar het is wel raar dat Gent zich het meest thuis voelt op een grasmat waar ze de dag voordien City nog verloren met een blessure. Dus. Ja. Maar het is, Gent was wel een klassesteker in deze wedstrijd. Ja, het was eigenlijk de eerste keer dat het heel duidelijk was dat er individueel kwaliteitsverlies was bij een tegenstander van Sint-Truiden. Want Sint-Truiden heeft Casper de Noorden verloren, Roman Bezus verloren. Mm-hmm. En nu zag je echt wel van oei. Als het even moeilijk gaat, hebben ze net niet dat tikkeltje genoeg kwaliteit om het te doen. Ja. Ja. En ook weer heel hard duidelijk hoe stress kan wegen op een ploeg. Ja, ik denk dat ook. Ik denk dat... En dan specifiek op een linkerflankspeler die niet helemaal bij de les was. Nee, hallo inderdaad. Elton. Ja, inderdaad. Ja. En voor de wedstrijd had Guido Brepoels, ik denk dat hij bij Proximus stond, die had er wel nog een over die grasmat dan. Guido die in de eerste editie van Play-off 1 met Sint-Truiden zich kwalificeerde. Dat is de enige STVV-coach die erin geslaagd is. Dus nog even een pluim voor de Guido. Maar die zei voor de wedstrijd bij Proximus, het veld ligt er spekglad bij en dat is in het voordeel van Sint-Truiden. Ik vond dat nu een beetje een rare quote eigenlijk. Ja. En waarom? Ja, ik weet dat nu. Hij heeft dat niet verder uitgelegd. Er werd nog wel heel licht over gegaan. Er was niemand die zei, waarom, Guido? Nu ja, we weten dat het veld in Sint-Truiden vaak spekglad ligt. Hè. Ik herinner mij een geweldige Roland Duchatelet die wou aantonen dat het veld perfect speelklaar was. En dan floep, op de grond. Dat was met de sneeuw zeker. Ja. Is dat glad? Maar om terug te komen op de play-off 1-strijd, je ziet dat wel vaak, dat uiteindelijk op die laatste speeldag, die topclubs die er dan om vechten, die halen het toch vaak nog. Hè. Ja, maar ik denk dat vorig jaar staan daar. Niet een beetje de bedoeling van dat format. Allee. Ja, maar het is toch nog steeds maar de vierde keer op 10 edities dat alle ploegen uit de G5 zich samen gekwalificeerd hebben. Dus om nu te zeggen dat het altijd een voordeel van de groot is, het is ook gewoon simpelweg logisch, hè, jongens, dat de grootste ploegen bovenaan de rangschikking eindigen. Dat is waar. Ja. Dat is gewoon eigen aan competitie. En nu Antwerp daar nog bij. Ik verwacht daar toch wel een beetje... dat die een beetje peper en zout gaan brengen in die play-off. Ja. Ik vraag het mij af, we vragen het aan de gewezen Antwerp-watcher. Ja, er zijn nu geen kleine matchen niet meer, heb ik zo het gevoel. Nee. Is dat in het voordeel of nadeel van Antwerp? Club Brugge-Antwerp zal voor Club Brugge anders aanvoelen dan een Club Brugge-Kortrijk. Ja, sowieso. Of Club Brugge-Sint-Truiden, met alle respect voor die clubs. Maar, En, het geeft wel meer kleur aan play-off 1, vind ik. Ja. Heb je het gevoel dat Antwerpen, hoe zou ik het omschrijven? In de begindagen van de competitie was iedereen bezig van Antwerpen is gewoon een uitdager voor de titel. Maar, dat heb ik nooit gezegd.
Ik zeg niet dat jij dat gezegd hebt. Ik vraag je mening. Ik heb die vraag hier een keer gesteld. Zou het? Ja, maar dat is dus al ondenkbaar, vind ik. Mm. Zeker na de laatste weken. Maar ik zie ze wel nog een rol spelen. Ja. Ik denk niet dat ze zesde gaan blijven. Wil het niet een klein beetje harder stellen? Want ik lees hier het woord Pipo's Antwerp kampioen. Ja. Dat is, met jouw naam erbij, Gert. Een werkdocument. Nee, maar ik denk dat nu de mensen die tijdens het seizoen gezegd hebben van ja, natuurlijk, Antwerp kan kampioen spelen, dat die dat nu ook wel beseffen van nee, mannetjes. Wat ik eigenlijk altijd gezegd heb, en met mij nog veel andere mensen, van ja, nu ook niet overdrijven. Hè. Dus nee, Europees voetbal, daar zullen ze al heel kan, blij mee zijn. Kan Standaard dan een outsider worden? Alleen een outsider of gewoon echt titelkandidaat? Dat zullen we straks bespreken. Hè? Ja. We hadden toch zo'n mooi titelblokje voorbereid. Is het waar? Ja. Oké. Maar het is wel een feit, namelijk met zo'n een multi-live speeldag, waar iedereen zit te kijken naar een paar wedstrijden die er te doen, of in dit geval één, is er dan elders wel op een vergeten veld een match van het jaar aan de gang. Zoals bijvoorbeeld Standaard was van Beveren 4-3. Niemand zal die match gezien hebben op tv. Werkelijk niemand. Maar dat is misschien wel de match van de laatste maanden, of zelfs van de komende maanden. Ja, een match. Maar een titelstrijd doen we dus later, want we gaan eerst over een andere titelstrijd praten. Hè. Shotcast. Want die andere titelstrijd die gaat hand in hand met onze vaste vraag, namelijk wat heb je deze week of dit weekend gedaan? Chef. Ja, zoals vorige week aangekondigd, ben ik naar KV Mechelen Beerschot Wielrijk gaan kijken. Aha. Als toeristjournalist? Zelfs niet als toeristjournalist, gewoon supporter. Als toerist. Nee, supporter niet. Ah, als ja, tuurlijk. Ja. Ik had, we geloven u, hoor. Ik had een vriend die een kaart over had. Ik ga regelmatig wel eens meer, naar KV Mechelen kijken. Ik ben geen supporter, voor alle duidelijkheid. Maar ja, in het staanvak van KV Mechelen stond ik langs de lijn. Ja, spionkop. Oh, heerlijk. Ja. Maar wij kwamen nogal vrij laat daartoe. En waardoor wij nogal dicht bij de Beerschot-supporters moesten staan. Dus effectief, als iedereen die op tv gekeken heeft, zag dan rechts in de hoek de Beerschot-fans en jij zat er vlak naast. 3 meter, 4 meter. Oh, en ik moet zeggen, ik heb schrik gehad. Echt wel. Echt waar, ja, wel, maar dat kan ik mij wel inbeelden. Er zijn daar paarse rookbommen, er is vuurwerk naar ons gegooid, er zijn aanstekers naar ons gegooid. Bier was nog het leukste. Geld? Echt, serieus? Ja, geen geld. Bier, dat viel nog mee. Er is een mens voor mij die met een paars gezicht is moeten vertrekken, omdat die rookbom in zijn gezicht ontploft is. En zijn er veel kinderen bij jou? Ja, en dat was mijn volgende punt. En dan stonden er wat kinderen van 10 jaar rond mij, bij mij in de buurt. Ja. Allee, ik vind dat wel... hoeft niet, heel bedenkelijk. Niet heel bedenkelijk. Nee, wat supporters dan vaak zeggen, er is een provocatie geweest. Ja, wel, ik heb het nu voor de eerste keer van dichtbij meegemaakt, zo'n situatie, dat een wedstrijd wordt stilgelegd door supporters waar ik vlakbij sta. Ik moet zeggen, er is geen provocatie geweest vanuit... Flauw excuus, denk ik. Het was al begonnen bij de aftrap, gooiden ze al een eerste rookbom, dan bij elke tegenvaller aan hun kant van Beerschot. Volgden er iets anders en dat was echt... Ja, ik vraag mij ook af hoe die mensen daarmee binnen geraken. De controles zijn heel slap. Natuurlijk, het gevaarlijkste was dat ze een aansteker gooiden. Ja, een aansteker kun je moeilijk buiten houden, denk ik. Nee, inderdaad. Ja. Maar het probleem is ook, zo'n zaken gaan ook niet gebeuren als er daar strengere straffen op staan die ook rechtstreeks die fans... kunnen raken. Ja, niet de club die even een boete krijgt van... Nee, en er is natuurlijk... Er zijn veel spotters en dergelijke, maar er worden er gewoon veel te weinig uitgepakt, omdat het vergrijp misschien net niet groot genoeg is of omdat die strafmaat dat niet toelaat. Ik heb wel gezien, vlak voor de wedstrijd werd afgefloten, gingen alle stewards naar het vak van Beerschot en niet onterecht om die haag, om ze een beetje een ding te maken. Heb jij daar dan nog iets van gezien? Was er dan extra tumult nadat Mechelen... Nee, er waren wel dan, op dat moment, na de wedstrijd, waren er wel supporters van KV Mechelen die even aan dat politiekordon... Ja, dat heb ik gezien. Wat kwamen roepen en doen. Maar dat is toch ook niet nodig? Op dat moment, de 2-1, ik had toen mij ook verwacht aan een regen aanstekers bommen. Ofwel was alles op. Ze waren op, Ofwel waren ze zo lam geslagen, waar ik ook wel kan inkomen, dat ze de energie er niet meer voor hadden. Misschien een combinatie van beide. En dat was na de wedstrijd ook. Ze reageerden niet meer, die van Beerschot. Die bleven eigenlijk wel nog zelfs knap lang staan om hun ploeg te applaudisseren voor hun ploeg. Ja. Dat is dan de mooie kant, want inderdaad. In aanloop naar die wedstrijd werd er zo vaak gezegd van ja, eigenlijk zouden beide clubs moeten promoveren omwille van het sportieve, omwille van het historische, omwille van de sfeer. Maar die wedstrijd die ik nu gezien heb, die 90 minuten, qua sfeer vond ik dat... Ja, ik begrijp niet waarom mensen dat zeggen. Dat draagt niet bij. Het is niet omdat iets archaïs en passioneel gegroeid is
dat dat dan al de rest goed spreekt. Zoals bijvoorbeeld hetgeen wat de Beerschot-fans gedaan hebben, zoals hetgeen wat er gebeurd is, namelijk die match die stilgelegd moest worden. Ik vind dat niet echt een argument dat we zo'n passioneel iets dan ook in eerste klasse zouden moeten hebben. En dan heb ik het nog los van het sportieve, want de wedstrijd was een pure draak als je daar neutraal naar kijkt. Nu ja, ik kan wel voegen in hetgeen dat je zegt van rookbommen en dit en dat, dat hoort er niet bij. Maar ik denk wel die twee publieken van KV Mechelen en Beerschot. Ja, ik zou dat wel een meerwaarde vinden, los van de rookbommen. Daar ben ik niet van overtuigd. Los van alles wat er gebeurd is, in aanloop ook en zo, een club met 16.000 toeschouwers. Allee. En veel traditie. Ik zie ze graag komen in eerste klasse, net als Beerschot. Er is erger in eerste klasse op dit moment, ja, denk ik. Het is niet omdat iets rustiger is of minder passioneel dat daarom erger is, toch? Nee, maar ik denk, zo gelijk als Eupen of zo, waar 3000 man zit, doe mij dan maar Mechelen, hoor. Ja. Allee. Nu, Swat, over erg gesproken. Gert had wel nog een opmerking te delen over wel iets zeer bedenkelijks dat in aanloop naar de match gebeurt. Dat is wat we allemaal net, al denken. Ik heb net al over de supporters van Beerschot Wielrijk gesproken. Nu ga ik over het bestuur van Beerschot Wielrijk spreken. Ik ga mij dus niet populair maken. Nee, maar ja. Maar wat ik wel als echt bedenkelijk... Van. Nee, ook al niet. Maar wat ik dus wel echt bedenkelijk vond, was het interview van Francis Franke in aanloop naar de pure waanzin. Ja, de sterke man of eigenaar van Beerschot, op een of andere manier, heeft toch een aandeelhouder, die poseert met een glas champagne in een krant met de boventitel Francis Franke klinkt al op de promotie 3 dagen voor de wedstrijd. Ja. Ja, en we zijn 100% zeker. Ja, ja, oké, al is dat zo, dat je 100%, maar doe dat toch niet. Nee, ik vind dat echt... Allee, alsof je daar trots op moet zijn dat je op die manier promoveert. Ja, ik kan wel begrijpen dat heel fijn is voor Beerschot, maar ik denk dat die toch ook wel liever gewoon puur sportief zouden promoveren. Laat staan dat je 3 dagen op voorhand... Geef dat interview met dat glas champagne... Ja, als het gedaan is. Achteraf, maar toch niet 3 dagen op voorhand. Dat vind ik ook nog dom, eigenlijk. Er zijn vaak heel vreemde kronkels die waarschijnlijk bij mensen die zo'n interview willen laten afnemen, die dan plotseling door hun hoofd gaan. Want ik herinner mij zelfs, toen een Bajeleien in de... wat hij zelf noemde de Z-kern van Zulte Waregem was beland. Dat wel een mooie omschrijving. Ja. Toen contacteerde hij een paar journalisten, gewoon waarvan hij wist dat die wat affiniteit hadden met de club, om te zeggen van, jongens, ik wil graag een interview geven. En dat gebeurt wel vaker, dat iemand op die manier zijn ongenoegen wil uiten. Maar Leijen had het lef, echt het lef, om dat te doen op de club, om daar samen te komen, terwijl de spelers en de staf op een teambuilding waren aan zee. Toevallig 2 dagen en zo. Ah ja, dus die zat er met de Z-kern, dan zat hij er alleen en er was geen sociale De Z-kern bestaande uit hem, ja. Maar dus tussen wat mensen die de bas en de plas aan het doen waren, kwamen wij dan plotseling toe en mochten wij dan met 4 het interview afnemen met Leijen, want Leijen had eerder een monoloog voorbereid. Ja. En ik weet nog dat in allerijl de toenmalige perschef, die nog steeds de perschef is, dat te horen had gekregen dat er daar dan een interview gepland stond. Die zijn allerijl nog afgekomen en heeft hem er gewoon bijgezet en Leijen zijn ding echt laten doen. Ja. Zo is niet afgebroken of nee, wat? Omdat hij ook dacht van, ja, moet ik dat doen? Ja, mag ik dat doen? Het is al geschied misschien. Het punt was ook, ja, wat kon Leijen nog doen? Ja, het stond vast dat hij zou vertrekken. Er was misschien enkel nog een klein beetje leverage nodig. Ja. Maar dat toont wel aan hoe hallucinant soms interviews kunnen zijn. Ja. Soms doen ze dat zo, hè, echt om hun eigen imago. Zo heb ik eens meegemaakt toen John Bico 2 dagen trainer was bij Antwerpen. En het kot op stelte stond. Ja. Iedereen was tegen de komst van John Bico. En ik kreeg plots telefoon, Patrick de Kuiper. Gert, je moet vandaag naar Antwerpen komen, want jij moet... John Bicot is toch een goede mens? Jij moet een interviewen Jesus. En laten zien dat het, hoe een goede mens dat is. Hè, leer hem kennen, Gert, en schrijf dan uw stuk. Ik beloof je, je zal het een goede mens vinden. Dat was een telefoon dat je kreeg. Ja, dat kan toch helemaal niet. Ik dacht, ja, John Bicot nog geen enkel interview gegeven. Ik dacht, ik ga naar dat interview, ik zal wel zien wat het wordt. Die mens heeft zelfs niet durven willen antwoorden op de vraag wat is eigenlijk uw nationaliteit, want ik vind zo die niet direct... Nee, zo, dat doet er niet toe. Mijn nationaliteit, dat doet er niet toe. Daar gaat het niet over. Het gaat hier over voetbal. Zo was dat een heel interview lang en ik heb amper iets van gepubliceerd. Maar dat is toch gek dat hij in de Kuiper zo belt van je gaat u niet beklagen. Ja, maar dat is heel hekkel. Dat is toch een vies dienstje aan. Vanuit de club snap ik dat wel. Hij ziet dat mislopen. Ja. Dat alle fans zijn tegen en hij wil dat recht trekken. Hmm. En hij wil daar dan een neutraal medium bij betrekken om gebeurt wel. Ons eigen ding, hè. Die optiek snap ik het wel, maar is dat ook niet een beetje naïef om te denken dat... Allee. Misschien had hij dat ooit al meegemaakt, dat hij de journalisten wel kon sturen. Het is eigenlijk logisch dat de clubs graag wat sturen. Hè? Of ook proberen. En dan moet je gewoon sterk genoeg in je schoenen staan als journalist om daar niet in mee te gaan, denk ik. Nee, dat is waar. Maar Swat,
De... Dus een uiteindelijk leuke zaterdagnamiddag? Of... Ja, het was, ik heb me goed geamuseerd. Ik heb de wedstrijd thuis gezien. Ik vond er eigenlijk niet zo heel veel aan. Nee. Sportief was het was echt, minder. Echt geen goede wedstrijd. Nee. Sportief heb ik mij ook totaal niet kunnen amuseren. Maar wat, toch een leuke zaterdagnamiddag dan? Nog één dingetje. Hand hoog. Dante van Zijre, wat vonden we ervan? Naïef. Ik had het ook niet door. Ja, ik had het ook echt niet door. Ik dacht echt, wat doe je? Een domme actie. Ja, het was... Ik snap het. En het is een mooi gebaar. Alleen verkeerde plaats, verkeerd moment, hij jong. Hij toonde een t-shirt voor Dries, de terminale de zieke beerschot van om die te steunen. Maar hij zonde dat naar de KVM. Ja, en dan wil ik het toch wel even opnemen voor de mannen van Mechelen die daar met pinten zaten te gooien. Omdat die gaan dat waarschijnlijk ook niet direct gezien hebben. Wat dat daarop stond, dus je moet je dat inbeelden, promotiefinale, het wordt 1-1, virtueel geen promotie. En dan komt de man die net die goal gescoord heeft, komt daar een shirt laten zien. Ja. Dan begrijp ik dat wel, dat je zo reageert. Het was echt een, om het in FC de Kampioenen termen te zeggen, een heel groot misverstand. Ja, zoiets. Voilà, maar dus punt. Okay, ik twijfel er niet aan dat de bedoelingen goed zijn. Mogen we doorgaan? Want nu komt eigenlijk uw moment de gloire, Lars. Want we weten wat Gert gedaan heeft. Ik heb dit weekend op de redactie gewerkt. Maar jij had iets... Maar ik? Je had toch iets heel leuks op het programma staan? Ja, ik had een uitdaging gekregen, hè, vorige week. Ja, zeg eens. Ik moest een selfie zien te regelen met Frank Boeks. Ja. We hebben de eerste poging allemaal mogen aanschouwen op onze Twitter-account. Ja, dat heb je mooi geregeld. Leek mij een klein beetje gefotoshopt. Photoshop, ja. Alle Photoshop-skills of het gebrek eraan ten spijt. Het is mij gelukt. Is het u gelukt? Het is mij gelukt. Ja, een klein applausje, denk je wel. Klein. Nee, ik ben zaterdag... heb ik Frank Boeks gezien. Ik mocht even langsgaan in Neerpede, het oefencentrum. Ik had hem in de week... ik had via zijn nummer gekregen. Ik had hem een berichtje gestuurd. Ik zeg, het is hier met Lars van Shootcast. Mag ik u even steuren, alsjeblieft? En zijn eerste antwoord was, tuurlijk mag dat, zolang dat niet om duvels te gaan zuipen, dus kan ik het wel aan. Dus, hij wist er al van. Hij had er wel al van gehoord van... Van mijn kruistocht eigenlijk, want dat was het wel een beetje geworden. Dat was het wel aan het worden. Hè? Ja, het werd, ik denk dat de luisteraar ook aan het snakken was naar een einde. Ik ben blij dat het gelukt is. Ik zou iedereen willen bedanken die mij gesteund heeft. Dus jullie hebben duvels gedronken? Nee. Hij had net getraind en hij had een zondagmatch en zo. Na een training heb je toch dorst? Ja, maar ik train niet zoveel. het was maar gelukt. Een heel sympathieke man die vond dat ik... Dat is allemaal geen probleem. Hè. Op het einde was het... Allee, ik ben blij dat je hebt wat je moet hebben. Hè, en tot de volgende. Dus eigenlijk heel... Blijft het nu nog je levensdoel om alsnog eens twee duvels te gaan drinken? Dat wel, maar is dat natuurlijk ook wel. Tijdens het seizoen kan ik dat niet maken. Niet tegenover mijn coach en ook niet tegenover mijn fans. En natuurlijk alle begrip ervoor. Maar wat is het nog? 8 weken of zo dat seizoen duurt? Ja, 10 denk ik. Hè? Tien met die rustpauze in. Dus misschien komen we er later nog eens op terug. Allee, maar je bent blij. Ja, ik ben blij. Oké, ja. Dan kunnen we in alle rust overgaan naar het volgende. Shotcast. De MV van de week, of van het weekend. En ik zou zeggen, we beginnen normaal altijd met de chef, maar laten we voor de verandering toch eens met jou om beginnen. Wie zou jij graag extra duwtje geven van de trap of in de bloemetjes willen zetten? Ik zou twee mensen in de bloemetjes willen zetten. Enerzijds, kort, Lionel Messi. We zijn een hat-trick. Zoals elke week. Bedankt dat je bestaat, Leo. Ja, toch, hè. En de applaus van dat Betis-publiek, dus van de tegenstander. Iedereen recht, applaus op alle banken. Vind ik ook wel knap. Ook een geweldig laatste doelpunt. Dus hij krijgt de bal ter hoogte van de carré, zoals we dat noemen. Hij lepelt hem eigenlijk gewoon puur op gevoel naar de verste hoek. Een deklatje binnen. Echt een, bijna een... Een biljartstoot doelpunt. Ik vond het zo fantastisch. Zo'n applaus van heel het publiek heb ik 1 keer meegemaakt. Zlatan Ibrahimovic in Anderlecht. Ja, tuurlijk. Dat weten we allemaal. Iniesta heeft dat ook eens ooit gekregen op Espanyol. Maar dat had dan meer te maken met het feit dat hij Spanje de wereldbeker op de rug, denk ik. Maar goed. Dus dat is uw eerste persoon? Dus in mindere mate Lionel Messi. Maar hebt u... tegenprestatie goede afgewerkt, dus je moogt effectief twee volwaardige personen merci. Dan ga ik voor Pozzuolo. Oké. Ja. Positief of negatief? Positief. Ik wil die echt wel het afscheid gunnen dat hij verdient. En een hele mooie voetballer. Ik vind het jammer weer onze Belgische competitie dat hem weggaat.
En het afscheid dat hij gisteren gekregen heeft aan de Gaverbeek vind ik zo schandalig. Ja. Het is wel een beetje de aflevering aan het worden van de niet zo in de bloemetjes zetten van de supporters. Ja, nee, ik denk dat veel mensen met mij denken dat een pop opknopen van Pozzuolo, dat is ronduit te goed hand. Ja, en hem dan ook nog eens laten omverrijden door een trein, als dat de bedoeling was. Want ik vond dat een heel rare combinatie. Dat was een heel gek gegeven. Maar dan wel een mooie trein. Wel een mooie trein, en dat vind ik net het schrijnende eraan. Daar is werk in gekropen, daar is tijd in gekropen. Wie houdt zich daarmee bezig? Ja, en dat er in heel dat proces niet één is die zegt, jongens, moeten we dat eigenlijk wel doen? Ja, moeten we dat eigenlijk wel doen? Gaan we allemaal vergeten wat die en uiteindelijk voor ons betekend heeft? Want draait of keren doe je wilt ons in een beste. En ik begrijp dat dat steekt dat die vertrekt vlak voor de playoffs. Maar sorry, hij kan daar zakken met geld gaan verdienen. Waarom niet, hè? Ja. Zo werkt het nu eenmaal, het is een vrije markt. Ja, dus... Nee, doe dat even niet. En in dit geval dan, Pozzuolo, het gaat je goed. Veel sterkte trouwens, want hij was er gisteren niet bij. Dat maakt het nog extra pijnlijker, omdat zijn grootvader op sterven zou liggen. Ja, ja, het totaalplaatje. Ik vond het zo verwerpelijk. Ja. Ja, nee, ik vond het echt niet oké. Heeft Genk zondag getoond dat zijn afwezigheid effectief een heel grote knauw kan zijn in hun titelambities? Of dat ze dat zondag... Zondag hebben ze eigenlijk nog goed opgelost zonder Pozzuolo, vond ik. Ze hebben dat vooral de weken daarvoor hebben ze daar wat moeite mee gehad. Het begint eindelijk te draaien. Eigenlijk is het misschien zelfs een zegen dat hij die laatste match niet gespeeld heeft. Ze hebben nog eens een oefenmatch tussen aanhalingstekens gehad zonder Pozzuolo. Ja, ik ben positiever gestemd over Genk na dit weekend dan voor dit weekend eigenlijk. Maar nu was het effectief zo dat Malinovski een klein beetje hoger ging spelen. Klopt. En ik dacht dat Fjolic was die zijn vervanger was, of Piotrowski. De tweede. Piotrowski, effectief. Nu, dat is, ik vind dat wel twee zeer talentvolle spelers eigenlijk. Mm-hmm. Dus moet niet verwachten dat die draaien, maar je kunt wel rond hem meedraaien, mensen die ervaring hebben. Een Trossard die steeds meer terug in vorm aan het komen is. En Ito die misschien de verrassing van play-off 1 kan worden. Daar verwacht ik wel af van die Ito. Dus echt waar. Een Japanse... Komt hij rechtstreeks van Japan? Dat weet ik eigenlijk al niet meer. Een Japanse spits. Nee. Ik ga er niet over uitspreken, nee, want we hebben nog altijd geen correcties. We zijn zonder correcties, laat het zo gaan. Ja. Maar Japanners in België, ik vind dat wel lachjes. Nee, dat is waar. Dat is waar. Niet altijd, nu, Genk in titelstrijd. Ja, ik vind, na afgelopen weekend heb ik ook nog steeds het gevoel van... Ja, na speeldag 4 zei ik, het zal Genk worden. Ze hebben mijn geloof terug een beetje aangewakkerd. Want club daarentegen is... zeer wisselvallig, heeft een zeer wisselvallig partijtje achter de rug. Ja, absoluut. De eerste half uur echt niet goed, denk ik. En ik heb het hier vorige week gezegd, ik wilde toen een bloemetje gooien naar Moes Kroen. Ik ga nog eentje gooien, want ik sta er echt versteld van. Ja. Leuk voetbal. Is het bij club eigenlijk, sorry Lars dat ik je onderbreek, het is toch de derde keer dit seizoen dat ze thuis al verliezen. Ja, tegen Charleroi en Zultewaergem ook. Ik heb ooit eens... De oninneembare vesting. En ik heb ooit eens voor hun eerste titel sinds lang, dus onder Michel Preud'homme, na 11 jaar zonder, de 2 dagen voor de titelmatch, heb ik toen een groot stuk gemaakt van het monster Jan Breydel. Ja, ik kwam op de persconferentie en natuurlijk kwam er daar dan weer een... schimmerige opmerking over van sommige mensen die zeggen zelfs dat wij het allemaal te danken hebben aan het publiek. Dat is helemaal niet de bedoeling van dat stuk. Het punt is dat het een sterk publiek gewoon de ploeg, hoe dat Preud'homme die gevormd had, beter maakte. Hij heeft iedereen meegekregen. En daar zitten ook specifieke elementen in. De playlist bevatte plotseling veel meer boenke-boenke muziek. Preud'homme zelf, die theatraler en theatraler werd langs de zijlijn. Dat zijn allemaal zaken. Heel die bank toen. Dat zijn allemaal zaken die bewust geïnstrueerd werden. Dus de kracht van het Jan Breydel publiek is gewoon fenomenaal. En dat viel mij ook op, namelijk na Club Moes Kroen nu, dat er die laatste 10 minuten heel veel gelatenheid was. Heel veel gelatenheid. Zoiets van, het is inderdaad nu al de derde keer. Thuis kunnen we het precies niet meer. En er was ook geen slotoffensief. Het blijft gewoon wisselvallig bij club. Er zijn zaken die tonen van, wij zijn terug volledig mee in de titelstrijd. Maar er zijn ook nog te veel zaken die tonen van, jullie zijn nog steeds niet constant genoeg. Dus waar, maar langs de andere kant, het valt wel op dat drie keer tegen een kleinere club is. Een kleinere club dat ze verloren hebben. Want in de topper staan ze er wel altijd. Het is wel... de club van de grote afspraken. Dus misschien is dat een tegenargument om te zeggen, het is niet allemaal slecht. We zullen zien. Ik denk dat dat een beetje Gert zijn punt was, want hij stak zijn hand hoog om te zeggen van, maar ik weet, doet het goed tegen de toppers. Ik ben vooral benieuwd, de afwezigheid van Pozzuolo, de mindere thuisreputatie van club,
Ja, en nu komen Anderlecht en Standaar, of niet, jongen? Nee, ja, Standaar gaat sowieso wel meedoen, maar die hebben dan ook effectief altijd dat probleem gehad van hoge pieken, diepe dalen. En ja, stel u voor, ja, 0-3 tegen Waas van Beveren, dat kon even goed zo gebleven zijn. Natuurlijk, als er geen ommezwaai kwam tijdens rust. Dat is toch weer iets dat alleen maar op Standaar kan gebeuren. Dat kan alleen maar onder Standaar gebeuren, dat is waar. En in Anderlecht, ja, sorry, ik lees ook, zelfs Gent, Jaremtjouk vertelde dat hij droomde van de titel, of zelfs zei van, we gaan vol voor de titel. Ja, een succesvolle remonte in play-off 1, dat is nog maar één keer voorgevallen nog steeds. Hè. Iedereen denkt van, ja, maar dat is... Dat gaat altijd slot. Dan één succesvolle remontada. Ja, één succesvolle remontada, dat er een bepaald aantal punten achterstand was. En dat die ploeg dan nog van ver terugkwam. Standaard dan? Nee, Standaard was tweede. Maar is het nog niet meer voorgevallen? Nee, nog nee. Enig? Gent dan, of? Hè? Nee, Anderlecht. Anderlecht kwam van plaats 4 of 5. Ah, ik dacht... Nee, 3, denk ik. 3 zelfs, ja. Zodat, maar, we gaan er ons hier vastrijden ja, maar, in we zijn zelf aan het zoeken, natuurlijk. Hè. Dus, uw man van de week, Guillaume. Ja, oké, goed. Mijn man van de week, ja... We hebben Lionel Messi gehad, dus dan moeten we zeker in deze week toch wel gewoon Cristiano Ronaldo pakken. Ja. Ah. Ja, ja, wel terecht. Ja. Geweldige hat-trick. Terwijl, ik heb nog steeds het gevoel van, dat zijn ook de enige 3 dingen die hij die match gedaan heeft. Namelijk gewoon. Zo'n speler is hij wel geworden. Zo is hij wel geworden, want... Ja, dat klopt. Terwijl ja. Cristiano Ronaldo vroeger de dribbelaar was, de man van de acties, dat blijkt ook uit zijn statistieken, is hij nu echt een sluipmoordenaar geworden. Een meester afwerker. Eigenlijk is hij... Kiest zijn momenten. Ja, de pure spits geworden bijna. Die natuurlijk kwaliteiten heeft op elk vlak. Maar dat is eigenlijk zijn hoofdmoot geworden. En ik weet ook toevallig de reden waarom Cristiano Ronaldo zo succesvol was tegen Atletico Madrid. Omdat hem zich al jaren een dag afbeult, omdat hij leeft voor zijn... Dat is slechts een deeltje ervan. Dat is slechts een... Ja. Heeft een kruisteken gemaakt voor zijn... Nee, dat werkt enkel bij Bram van Driessen. Is dat hier een quiz of zo? Ja, ik weet niet. Ja, zeg het eens. Wat is het geheim van Cristiano Ronaldo? John Troost. Is het hem daar weer? Ik zweer echt? Het. Ik zweer het. Echt waar. Het is John Troost. Want... Deze kan niet. Ik heb afgelopen week, na de geweldige passage van John vorige week, gewoon zijn sociale media nog eens in de gaten houden. En ja, it checks out. Namelijk, John zat er een klein beetje naast met zijn tweet na de 3-0 zege van Juventus, maar hij kwam heel dicht in de buurt na een wedstrijd. Hij tweette namelijk van Cristiano Ronaldo, verwijzend naar Christ. 3 maal, mooi. Ik voelde dat Juve door zou gaan, maar had 4-0 doorgekregen en daarop ingezet. Je krachten activeren door mensen in flow te brengen tegen vergoeding is prima. Met die kennis geld verdienen niet. En dan een foto waar hij effectief een gokbriefje erbij had en op 4-0 had gestemd. Die spreekt zichzelf dan toch keihard tegen als hij zegt, met mijn kennis mogen geen geld verdienen. Dus, de wegen van John zijn ondergrondelijk. Ja. Of hij heeft expres fout gegokt, natuurlijk, om allee, ja. Om toch de mensen te laten geloven dat hij niet zo belangrijk was. Nee, maar John ging zelfs nog verder. Net als je denkt dat het niet meer kan. Ja. Cristiano Ronaldo wordt nu dus de volgende tegenstander van Ajax, die Real hadden uitgeschakeld. Dus Ajax-Juventus wordt de affiche in de kwartfinale van de Champions League. John had tussen haakjes wel op voorhand Tottenham voorspeld als tegenstander, maar daar kwam hij al snel van terug als de waarheid uiteindelijk daar was. En hij verklaarde de loting als zwaarste, maar prachtige loting voor Ajax. Eerst Juve met Christ Iano, dan City in de mogelijke halve finale met Jesus, dan finale winnen tegen Barça met de Messias. Ik begin een lijn te zien. Met flow van de ziel plus geest aan zal Ajax de Champions League winnen. Alles valt alweer goed, vol energie. Dus vrienden uit Amsterdam of Nederlandse fans, het komt in orde. Het komt in orde. Ajax wint de Champions League. John heeft het gezegd. Ja. Als Ajax de Champions League wint, nodigen we dan John Troost. Dat doen we zeker. Oh ja, sowieso. Dan doen we zeker. Heerlijke mafketel. Oké, goed. Ja. En tot zover het is, mag Gert ook nog zijn man van de week nemen? Ja, ik ga voor Jurrie Tielemans. Mooie keuze. Hè, de middenvelder. Ook groot gemaakt door John Troost. Destijds bij Anderlecht. Ja, het is. bij Leicester is hij terug bovenop. Hè. Nou, een moeilijk seizoensbegin bij Monaco, waar het toch niet liep zoals het moest lopen. Ja. Nu, de laatste 4 matchen, 3 assists en een goal, denk ik. Dus dat zijn mooie cijfers toch voor een middenvelder. En de Rode Duivels zullen hem nodig hebben deze week, want Kevin De Bruyne out, Axel Witsel out. Fellaini komt niet meer. Fellaini komt niet meer. Dus hij gaat...
ja, hij gaat vrijwel zeker een basisplaats hebben tegen Dembele Rusland donderdag. Is nooit echt de nummer 1 geweest van Martinez. Dus. Nee, maar hij heeft er 2 nodig, hè, Martinez. Hij heeft nog iemand naast Tielemans nodig ook. Ik had het nooit durven dromen, of nooit durven denken zelfs, na het afgelopen WK. Maar ik denk dat Leander de Donker plotseling een heel grote kans maakt om, om erbij te zijn. Is er ook wel wat teruggekomen? Ja, bij Wolverhampton altijd zeer secuur, ook eens 1 keer gescoord. Maar ja, voor hem maakt dat weinig uit in de rol die hij speelt. En, ik denk ook een 3-5-2 die, die Wolverhampton Leander speelt. Leander de Donker was er ook al bij op het WK, maar in tegenstelling tot Tielemans heeft hij daar niet zoveel mogen spelen. Nee, dat is waar. Nee. Maar Tielemans is wel komende. Het enige probleem is dat dat 2 jongens zijn die in een 3-mans centraal middenveld spelen. En die moeten nu naar een 2-mans centraal. Namelijk, het was altijd De Bruyne en Witzel. Witzel en De Bruyne wie gaat nu de aanvallende? Ja, wie gaat nu de aanvallende worden? Wie gaat de verdedigende worden? Ja, op die manier. Wie gaat de controlerende worden? Ja. Als dat al bestaat. Ja. Dus op dat vlak wordt het wel uitkijken. Ja. Ik weet niet, het zal wel persmomentje dan zijn, zeker met Tielemans. Dan durven ze wel komen. Hè? Is dat niet als het goed gaat? Allee, nee, maar voel ik daar enige belediging in? Nee, maar je hebt gelijk. Nee, maar ik bedoel, Nee. Tielemans komt vandaag naar is het waar? Nee, ik wist van niks. Morgen in jullie krant, dames en heren. Nee, maar het is toch een feit dat het voor een speler altijd iets gemakkelijker of leuker praten is met de pers als het goed gaat. Ik betwijfel dat we Courtois niet gaan zien bij de persconferenties deze week. Ja, maar stikte, als die zou moeten komen, is die... Ja, ik weet niet. Dat straalt, Nee, Courtois valt nog wel mee, denk ik. Wie is, zijn er dan erger of zo, waarvan jij denkt dat die binnenkomen en dat je denkt, ja, die en een slechte dag. Ik heb dat gevoel vaak met Dries Mertens. Is dat zo? Ja, die doet dat precies niet zo graag, zo'n persconferentie. Want dan zit er altijd zo'n joviaal tipje uit. Ja, absoluut. Maar is er ooit zo toegesnauwd of... Door Jurrie Tielemans eigenlijk ooit is, maar dat was dan niet bij de Rode Duivels. Door Jurrie Tielemans ooit is. Ik mocht maar 1 vraag stellen en ik stelde een vraag over zijn samenspel met Steven de Voer. En die zei, wat is dat nu voor een vraag? Ik zeg, ja, ik mocht maar 1 vraag stellen van de pers. Over Jurrie Tielemans, toen hij werd voorgesteld bij AS Monaco, heb ik ook toen de vlucht gemaakt. Jij werd erbij. Gevlogen naar Nice, dan een soort kusttrein genomen naar Monaco. Echt in een poepchic hotel, in een van die bekende bochten natuurlijk van het... Van het circuit. Van het circuit. Dan was het effectief persvoorstelling. Toen zei de man, de perschef van Monaco, van... Ja, jij vraagt specifiek Belgische zaken, zeker? Hè? Wel, dat kunnen we doen na de persconferentie. Dus ik had mij beperkt tot 1 vraag, die wat algemeen was. Okay. Nadien gingen er foto's genomen worden op het dak. En was het moment daar, zegt die perschef van... Ah ja, nee, we gaan het toch niet doen. Jurrie heeft er ook geen zin in. Mof, en toen had toch echt zoiets van, maar allez, kom aan, een beetje begrip dat we hier helemaal speciaal naartoe ook al, gekomen zijn. En dat hoeft toch, dat hoeft toch geen uur te duren? Of, nee, het was ook wel op aanraden van Jurrie en zijn... Dus Jurrie is geen persliefhebber. Ik vermoed dat hij dat liever achterwege laat. Vaak. Is dat zo? Ja. Ik kan dat ergens wel snappen, maar langs de andere kant is dat nu zoveel moeite. Nee. Gert, ga je eigenlijk de persmomenten bij de Duivels missen? Want je bent naar 2K geweest, je deed... Baas geworden, hè. Ja, en nu zit je hier vast. Ja, ik ben benieuwd of ik het ga missen. De persmomenten bij de Duivels... Hoe loopt dat eigenlijk? Ik heb nog geweten ooit tijdens mijn studies. Dan kwamen alle spelers van de Rode Duivels, dat was nog in Krainem. Dan kwamen ze daar allemaal boven in de kantine. En dan mochten alle journalisten gewoon een speler kiezen waarmee ze interviews gingen doen. Maar Thomas Buffel, ik kies jou. Ja, maar dat was een heel vrij moment. Maar nu is dat, nu komen er maximaal 2 spelers per dag. 10 minuten per speler voor alle journalisten. Je kan 2-3 vragen stellen. Dat is wel heel strak geregeld. Dat wordt ook gevraagd vanuit de clubs. Hè, dus die Engelse clubs die zijn echt altijd als de dood van de spelers hun uitspraken bij de Rode Duivels. Hè? Want als er dan vragen over een contractsituatie gesteld worden... Er zijn ook altijd Engelse journalisten dan die komen proberen om dingen te weten komen die dan niet over de Rode Duivels gaan. Ja, okay. Perschef Stefan van Loock zegt altijd wel vooraf alleen maar vragen over de Rode Duivels, maar daar wordt regelmatig al eens rondgefietst. Maar op 2K, dan, was dat elke dag... Nagenoeg elke dag 2 spelers. Ik weet niet, want we hebben daar... De Belgen hebben daar redelijk lang gezeten. Ze hebben om de duur niet uitgevraagd. Als er wedstrijden gespeeld zijn, dan hebben we weer nieuwe thema's. Ik kan me wel voorstellen, zo'n Martinez als die maar bijvoorbeeld, om te zeggen, Fellaini die komt nooit, hè?
Nee. Ja. Nee. Nou, die kwam nooit. Die zit in zijn bad of ja. alleen telefoon nee, dus krijgen dus in zijn bad. Die kwam nooit naar de persconferenties. Je hebt jongens die heel vaak komen. Dat zijn jongens als Vertonghen, Alderweireld, mm-hmm. Courtois. Allee, dat zijn zo de Meunier. Dat zijn zo de jongens die heel vaak komen, die dat dus eigenlijk niet erg vinden om te komen. Ja. Dan zijn er... Courtois die vertelt nog wel dingen. Allee, ik bedoel, dat ze de enige die zich niet inhoudt, lijkt me soms. Zeker na een match. Ja, het is dat. Nee, dat is goed, maar we zullen zien. Misschien kunnen we wel speciale dingen doen voor de aflevering maandag. Ja, over de Rode Duivels. Over de Rode Duivels. Maar nu gaan we over naar het volgende. En we hebben daar zowaar een special guest voor. Shotcast. Ik zie wat jij niet ziet. En het is... Niet Steven de Voer op de Veluwe. Hij zat wel achter de kazerne, heb ik gezien. Ja, effectief. Zaterdag, hij zat in de tribune met een muts ver over het hoofd getrokken. Oké, want Steven de Voer zegt ook altijd, mijn carrière ga ik beëindigen bij KV Mechelen. Ja, dat zegt hij altijd, maar ik weet nu niet of dat er effectief van gaat komen. Eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja. Nee, je hebt nu wel een beetje mijn inleiding wat afgepakt, want ik wou eigenlijk zeggen dat ik echt... Oei. Verbaasd ben met wat ik nu hier zie, namelijk Floris Geerts in de studio. Goeiedag, dag Guillaume. Ja. Dag Floris. Probeer zelf anders even te duiden waarom je hier eigenlijk bent. Ja, jullie hebben vorige week openlijk gevraagd dat ik hier zou komen en het een en het ander zou uitleggen over wat er, denk ik, wat is het ondertussen, 2 weken geleden is gebeurd. Ja, inderdaad. Ja. Toen een van de 2 mascottes, zijnde Kalle, een bal vol in het gezicht kreeg en blijkbaar, en dat wist ik helemaal niet, een hersenschudding heeft opgelopen en ik heb dat dan even weggezet als een fedivair. En we moeten er eigenlijk eerlijk in zijn. Schandalig. Vind ik dat echt schandalig? Schaam u. Nee, als we naar voetbal kijken, dan is alles wat naast het veld gebeurt toch een beetje een fedivair. Okay, als we het zo gaan bekijken, maar er is hier wel iemand oprecht geblesseerd. Ja, nee, maar dat wist ik niet. En ik vind dat ook heel erg. En ik hoop dat het helemaal goed gaat. Maar als ik mij goed heb geïnformeerd, stond ze gisteren wel weer langs de kant van het veld tegen Anderlecht. Ja, maar ze was kwaad, hè? Ja, maar het is... Ja, soms worden wel eens mensen kwaad, terwijl dat niet helemaal de bedoeling was. Ja. De bijna doodervaring van Kalle. Heb je zo nog andere momenten meegemaakt waarvan je... iets naast het veld aan het becommentariëren was, wat uiteindelijk wel erger bleek te zijn? Naast het veld het becommentariëren, wat erger bleek te zijn. Goh. Dat was de vraag, mooi herhaald. Ja, maar ja, ik ben wel op aan het nadenken. Ik kan niet meteen op iets komen, dus ik vermoed van niet. Nee. Ik hoop toch van niet. Maar met Kalle is dus, alles is zand erover. Ja, we hebben elkaar nog niet zelf gezien of elkaar gesproken. Maar ik ga er nu wel van uit, als je tegen Anderlecht fit bent, dat het dan wel in orde is. Ja. Ja, misschien moet je net als Lars ook proberen om toch een selfie met haar te scoren. Zodat we zeker zijn dat alles in orde is. Ja, bij deze heb jij nu gevraagd aan mijn baas om mij naar Play of 2 te sturen voor een match van Oostende. Kijk, ja, graag gedaan. Nee, maar excuses, die waren misschien niet echt op zijn plaats. Misschien hebben beide partijen wat overdreven gereageerd. Ik vind het uiteraard heel erg. Ik ga me niet excuseren wat ik heb gezegd, maar ik vind het uiteraard heel erg. En ik ben heel blij dat het weer goed gaat met Kalle. Ja, ja, wij allemaal. Hè. Wij allemaal, ja. Maar we hadden wel een ander soort tegenprestatie gevraagd. Namelijk, ja, Kalle. Kalle samen met haar mannelijke partner Manten. Ja. Waar komt dat nu in godsnaam vandaan? Want een Kortrijkse collega had gezegd dat het 2 Kortrijkse volksfiguren waren. En toch zijn ze mascotte geworden van Oostende. Dus Floris... Klopt dat eigenlijk? Ja, het klopt. Het klopt. Het, ja, klopt. Het, zijn, okay. het zijn 2 volksfiguren. Blijkbaar 2 figuren die op een klok in de 14e eeuw in Kortrijk stonden. En die gaven aan... dus vooraleer het uur werd geslagen, gaven zij aan opletten, want even goed tellen hoe laat het is. Want ja, zo ging dat in die tijd. Niemand droeg een uurwerk. Dus Mante en Kalle, dat waren 2 figuren. Dat is dan weer van een legende. Maar goed, die klok die is dan gestolen door Philips de Stoute. Mensen die wel eens een andere Clara-podcast luisteren, die zijn nu helemaal mee. Maar, is die het werd niet dan... Philips de Goede en Karel de Stoute? Wat zei ik? Philips de Stoute. Het is Philips de Stoute, Philips toch? De Goede. Ah, en, bestaat. Okay. Ja. Hij heeft zijn naam niet gestolen. Ja, dan. Ja, sorry. Ik dacht dat ik mijn geschiedenisdiploma staat hier plots op de lijn. Ik ken je een Clara podcast aanraden. Die moet je zeker eens luisteren. De Bourgondiërs. Dan ben je helemaal mee. Maar goed. Geen product placement. Hè? Ah, sorry. Oké. Ga verder. Ja, dus, die klok, dat is echt wel befaamd. De Jacques Maar, die is dan gestolen vanuit Kortrijk tot in Dijon. En die kun je daar nog altijd gaan bekijken. Met Mante en Kalle. Maar goed, dat is voor de achtergrond. Wat is de link met
met Oostende. Dat is de link met Oostende. Die is er eigenlijk geen. Er is er geen, want een paar jaar geleden, toen die twee mascottes in het leven zijn geroepen bij KV Oostende, dat was nog onder de vorige voorzitter, niet Mark Koeken, maar wel daarvoor de Jager, denk ik, als ik het goed heb. En die heeft samen met Kamagurka, wie anders zou je denken, als er wat cultuur op KV Oostende moet gebracht worden, dan is het hij wel. En ja, die hebben die, die twee figuren die, die zij in het leven hebben geroepen, wel vernoemd naar die twee volkshelden uit Kortrijk. Dus het is, ze blijven van Kortrijk en ze hebben een mooie vermelding gekregen in de geschiedenis van KV Oostende. Okay. Gert, dat is wel leuk, zo'n eigen Googleman. Ja, maar... Het is wel de conclusie dat Oostende het gekaapt heeft. Ja, eigenlijk wel. Ja, of een eerbetoon, zo kun je het ook noemen. Ja, wat is dat trouwens bij jullie? Die Kortrijkse collega die claimt dan die manten en kannen. Rustig, Floris. Ik hoor de irritatie zo juist. Nee, geen irritatie. Maar jullie claimen echt wel alles. Hè. Manten en kallen, de koers. Het is toch echt ongelooflijk bij het Nieuwsblad. Goeie. Terecht. Voilà, dat is onze reply. De koers is van ons. Het zou wel. Nee, maar ja, ik zie wat jij niet ziet. Dat was dus de legende van Kalle en Mante. Ja. Maar er waren ook nog een paar andere inzendingen. En Gert, ja, had er eentje van? Ik heb een niet weerhouden inzending gekregen. Niet weerhouden? We gaan die niet vermelden. Nee. Team Leskrawaat, die probeert mij al weken... Die bestokt mij al weken om in de afleveringen te komen, maar... Dus nu is het hem wel gelukt. Nu vertelde hij weer dat hij kampioen was gespeeld met VK Bekegem, een of andere caféploeg in West-Vlaanderen. Ja? Maar nee, team, dat gaan we niet vermelden. We praten alleen maar over FC Den Bosch United en mijn caféploeg. Bij deze. Maar we gaan het niet vermelden. Oeh, en niet Lokomotief Apollo. Als ik vanavond win, dan worden wij kampioen in vierde recreante A in het zaalvoetbal. Wat hebben wij hier binnengehaald? Ja. Lokomotief Apollo. Ja, dus, de zoon van Harm van Veldhoven heeft die ploeg opgericht. Serieus? Een vriend van mij. En wij spelen zelf. Wij proberen te zaalvoetballen. En komt Harm vaak kijken? Nee, maar die stuurt wel een tactische... Echt waar? Nee, die stuurt geen tactische brief. Het zou wel goed zijn, hè, mocht hij dat doen. En wat is uw positie? Ik ben de doelman. Ah ja, oké. Okay. Ja, daar hoef je niet te veel voor te kunnen, dat weet Gert. Maar Gert is intussen baas geworden, hè? Ja, dat is waar. Hij is moet daar ook niet te veel voor kunnen, dus dat loopt wel mooi parallel. Nee, goed. Vooraleer iedereen hier een C4 krijgt. Vooraleer iedereen een C4 krijgt, dan is het misschien goed dat we overgaan naar iets anders. Maar bedankt, Floris. Dat is graag gedaan. Shotcast. De clickbait quiz. Ja. Kleine tussenstand nog even. Altijd zo'n kleine rilling over mijn lijf als je dat woord zegt. Too much information. 6-4. Ja, het is 6-4 voor Guillaume. Hebben we eigenlijk zo'n een doelstelling of zo? Gaan we tot 10? Gaan we tot het einde van het seizoen? Dit is hier allemaal vrij blijvend. Maar ik ben de winnaar van de reguliere competitie en nu start play-off. 6-4, dan is het eigenlijk nu 3-2. Heb ik dit nu echt gezegd? Ja. Nee, ik heb een... Dus effectief 3-2 dan? Oh ja, waarom niet, hè? Oké. Okay. Oh, toch? Merde. In uw eigen voet geschoten, vriend. Nieuwe opgave, hè. Mm-hmm. Dus van op de gespecialiseerde websites altijd wel lachen. Iedereen klaar, nieuwe opgave. Vingers aan de knoppen, hier komt-ie. Fan gaat wel heel erg ver om penalty te willen filmen. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Hij stond... Hij loopt op het veld. Hij loopt niet op het veld. Hij wordt de doelman. Hij gaat op de deklat zitten. Hij bleef heel braaf op zijn plek zitten. Dat wel. Oei. Dus het is een beetje gek om te zeggen. Hij gaat heel erg ver. Hij zat op de eerste rij in het stadion van Arsenal. Dat is wel een extra tip. Die rijen zijn daar nogal laag. Hij sprong constant? Hij sprong niet. Het probleem was, hij zat op de eerste rij... En toch had hij geen goed zicht op penaltynemer Aubameyang. En hij bleef op zijn plaats. Hij trok de dingen naar beneden, de boarding. Nee, hij zat dus aan de zijlijn en hij wilde filmen, maar zijn zicht werd belemmerd. Hij duwde een invaller aan de kant, of een lijnrechter. Ja, bijna. Een steward. Een baljongen. Nee, ik denk dat ik Gert het punt ga gunnen. Ah, want hij heeft geroepen naar de invallers van Arsenal. Ah. Ga eens liggen, want ik zie hier niks. En die mannen hebben dat gedaan. Die zijn letterlijk op hun buik gaan liggen. Echt waar? Ja. Dus die mannen zijn op hun buik gaan liggen, zodat de man in kwestie
de penalty kon filmen. Allee? Ja, ik vond dat wel straf eigenlijk. Dat is wel een heel letterlijke interpretatie van ik zie wat jij niet ziet. Ja, een beetje, hè. Ja, ja, die was aan het roepen. Ik heb hier ook betaald. En dit, ja, die mannen, die vallen niet. Die hebben niet betaald. Ja, nee, inderdaad. Nee, die worden betaald. En dus die, ja, dan deden die gingen op hun buik liggen. En iedereen, ja, iedereen die niet wist wat er geroepen was, dacht, wat zijn die aan het doen? En dan waren die zo een beetje halfslachtige stretch-oefeningen aan het doen. Ja, het was best nog wel grappig om te zien. Ik heb misschien nog wel iets aan van wat supporters allemaal doen. Ja, dat moeten we doen, effectief, want we hebben nog geen oproep gelanceerd. Nee, dus, gekke toeren uithalen om de match te kunnen zien. Ja, of, wat zijn de gekste toeren van fans? Dus selfies en truitjes komen vragen, dat is misschien effectief een goede vraag. Saint-Germain. We kunnen al een voorbeeld geven, misschien. Is het weg? Ja, toen Beveren-Antwerp ooit, toen de Antwerp-fans het veld bestormden, dat Graham Stack, de doelman van Beveren, een van die Antwerp-fans heeft neergeslagen. Ja. Super, hè? Plots allemaal terug in hun kop. dus als mensen suggesties hebben voor de Graham Stack Award, prachtige titel. Dat is meteen een goeie, stuur naar Shotcast op Twitter, hashtag Shotcast, audio@nieuwsblad.be of shotcast@nieuwsblad.be. Shotcast. 3-3, zeg. Oh, systeem halvering van de punten, dat werkt toch niet. Het is toch niet dat, hè. Nee, maar goed. Er is volgend weekend geen competitievoetbal. Dus wat gaan jullie dan doen? Lars? Ja, ik moet hier iets anders verzinnen. Dus, ik heb Frank Boeks nu gezien, dus ja, ik weet niet. Mijn selfie met Boeks inkaderen en, daarnaast een duvel drinken. Ja, dat komt heel zielig over. Dus ik zal dat wel doen. Oké, goed. En Gert, dames en heren, is hier ondertussen met dingen aan het gooien. Ja, hij is een beetje kwaad, denk ik. Ja. Nee, dat is... Het is wel 3-3. 3-3 is in uw... Die halvering van die punten is in uw voordeel, hè? Ja, absoluut. Ja. Nee, kom, dus zeg maar wat jij gaat doen. Baas spelen. Ik volg de Rode Duivels niet meer, dus ik zal op tv moeten kijken. Nu ben ik pas aan in het stadion deze week. En je geeft opdrachten, zoals aan mij, om eigenlijk het volledige interland voetbal een beetje te analyseren. Ja. Ga jij gaan? Ik doe eigenlijk alle andere ploegen die niet Rode Duivels zijn. Okay. Dus verwacht u aan heel veel analysestukken over... Ja, Chinees Taipei bijvoorbeeld, want dat is een mooi bruggetje naar de kalender. Want de internationale week start dinsdagmiddag met Myanmar Chinees Taipei. Dat is de allereerste interland van deze week. Dus mensen die willen kijken... Via Hesgoal of zo. Ik zou niet te veel reclame maken voor wat streamings. Een wedstrijd voor neutrale kijkers, de Nederlandse podcast. Ah, ja. Jordi en Peter, als jullie luisteren, Myanmar, Chinees Taipei lijkt mij geweldig. Chinees Taipei? Ja, Chinees Taipei. Okay. Ja. Dat is eigenlijk Taiwan, hè. Maar voor internationale toernooien moeten zij zichzelf Chinees Taipei noemen. Zoals Macedonië voor internationale events, de former Yugoslavian Republic of Macedonia genoemd wordt. Kijk eens aan. Voordat we echt helemaal wegdwalen, de rest van de kalender. Woensdag spelen de Belgische Beloften oefenmatch in Denemarken. Zij hebben zich gekwalificeerd voor het EK komende zomer. Dus dat is wel interessant om die de komende maanden te volgen. Donderdag is er dan België-Rusland. Vrijdag, ja, Engeland, Tsjechië, Portugal, Oekraïne zijn de meest aantrekkelijke interlands. Ja, het valt een klein beetje tegen. Zegt toch veel dat... Zaterdag is er al helemaal geen oprecht aantrekkelijke affiche. En zondag is er dan wel Cyprus-België, maar ook Nederland-Duitsland. Ah. Eigenlijk de enige affiche in de komende speeldagen van de EK-kwalificaties. De Duits, zouden die zich herpakken? Dus dat is een beetje nieuw. Dat is de vraag. Sinds Thomas Müller, Mats Hummels en Jérôme Boateng definitief zijn afgeschreven, kennelijk, ben ik wel benieuwd naar de evolutie. Dat is misschien iets om deze week uit te werken, chef, als ik je toestemming daarvoor krijg. Dat hadden we eigenlijk al stiekem afgesproken. Kijk eens, de geest is uit de fles. Nee, goed. Rest ons enkel nog om de vaste mensen te bedanken. Energy Nostalgie, voor het gebruik van hun studio's. Bedankt ook Floris Geerts. Je staat daar nog steeds ergens in een hoekje stil te wezen. Bedankt voor je interventie en de geschiedenis te vertellen van Kalle en Mantum. En tot slot, bedankt John Troost nog maar eens. Hè. Ik zou zeggen, John, blijf geweldig en stuw Ajax naar de winst in de Champions League. Tot volgende week.